Goedenavond en welkom bij de VARA. Het gebeurt niet zo gek veel dat de VARA op vrijdagavond uitzendt, maar als we het doen, dan hebben we een speciale aanleiding voor. En die aanleiding heet vanavond Woodstock 1969. Een popfestival dat door de jaren heen een magische klank heeft gekregen. Op 15, 16 en 17 augustus van dat jaar zaten meer dan 450.000 jongelui opeengepakt op het terrein van een boer, Max Jesker, om uiting te geven aan hun gevoel om nou eens in vrede en rust te kunnen genieten van popmuziek. De meest gebruikte woorden in die tijd en op dat festival waren peace, free, Vietnam en stop the rain. En het meest gebruikte gebaar was peace, man. Het effect van Woodstock is op de buitenwereld groot geweest, want van de ene op de andere dag veranderde de mening van de media bijvoorbeeld over de Amerikaanse jeugd. En ook het effect van de muziek zelf, dankzij Woodstock, was heel groot. Want de doorbraak van Crosby, Stills, Nash & Young, van The Who, van Santana en van Joe Cocker, allemaal dankzij Woodstock. Groepen die ook in één keer als onderdeel van de Woodstock-generatie golden. Woodstock was er bijna niet geweest, want 4 weken voor aanvang van het festival was het geld van beide organisatoren bijna op. Beide organisatoren klopten aan bij een grote film- en platenmaatschappij en die zei: oké, jullie jongensdroom kan doorgaan. Jullie krijgen Woodstock, 3 days of peace and music. En in 1970 kon de hele wereld kennis maken met Woodstock op het witte doek. Een prachtige verfilming van Michael Whatley. My name is Sidney Westerwell. I'm the owner of this antique tavern